Nou, de eerste begin jaren 80 kwam er. Er zijn er vijf brouwerijen in heel Nederland een beetje opkomen. Ja. En die zijn begonnen met nou ja, het brouwen van wat onze speelt. En nou ja, daaruit voort, toen ik maar begon. Ja. Aad van der Linden. En ja, dat is eigenlijk nog een van de grondleggers van het Friese speciaalbier. Haren vermogen kassel, dat bier in early in the evening, just around supper time, over by the courthouse, started to unwind. Pork gets on the corner, they try and bring you up. Willie picks a tuna, he blows it on the hearth. Down on the court, out in the street, Willie and the four boys are playing, playing a nickel's happy feet. Rooster in the washboard, people just got a smile, and Blinky thumbs the bass, solos for a while. Four boys playing it up out on a scale in the zoo. Willie turns into a dance and doubles on. Allemaal herkenbare geuren, okay. Ja. Natuurlijke geuren. Dus van bloemen, van houtsoorten, van alles wat de natuur biedt, dat gebruiken wij als olie om geurflessen te maken. Een aantal jaren geleden heb ik een geur van een boerderij nagemaakt. Ruikt hem maar. Het is de geur van... Oh ja, ja, de mech. En dat komt bij een musea in een diffuser en die spuit die geur over die boerderijdeel, zeg maar. Ja. Ik heb helemaal niks meer. Dus, een goede dag. Ja, ik heb een goede dag hoor. Ja. We hebben wij op een eiland, dus de meesten en de band komen sowieso maar de boord. Nou, dat is al een hele beleving op zich. Ja. En dan komen ze bij ons en dan. Door we, maar de groepen doen we altijd koffie en thee. Hè? Dan hebben ze alle mooie vaartachten achter de recht. Koffie en thee. En dan doen we een rondleiding over de boerderij. En dan geven we altijd het veld nog in. Maar de vroeger wacht ik eerst daar het veld in. En die vertelt dan echt van alles over de vogels en over de, nou ja, hoe wij borkje.